dat er in de toekomst iets komt waardoor het ja, toch apparatuur kan blijven bedienen. Eerste, tweede, derde, vierde UVW wens van de klant. Dus op maat communicatie. Ja, nee, goed. De hele wereld veel meer geduld zou hebben. Emotie in de stem. Mensen meer regie geven over het ontwerp, over het design van de hulpmiddelen. En daarom hebben we vandaag bedacht, moet iedereen bij elkaar komen, alle marktpartijen, alle wetenschappers, ook de eindgebruikers zelf, om mee te praten over nieuwe middelen. We hebben het over hulpmiddelen die je helpen om zelfstandig te communiceren. Er is een heel spectrum aan dat soort hulpmiddelen. Dus de vraag is, kan de technologie ons helpen om eigenlijk die menselijke onvolmaaktheden op te lossen. Ik kom zo bij jou. Hier is net iets ingetypt. Meer in trefwoorden praten. In plaats van hele zinnen maken. Eenvoudiger voor de buitenstaander. Eenvoudiger voor de buitenstaander. Theaterdebat biedt een soort creatieve arena waar mensen kunnen samenkomen om met elkaar na te denken over de toekomst. En het theater verbeeldt eigenlijk het denken van de mensen in de zaal. Mensen kunnen daarop reageren en zo samen de toekomst vormgeven. Maar dit is waar we het mee moeten doen. Ja, ik dacht als ik er iets zachts tussen stop, dan helpt dat misschien. Dan knelt het niet zo. Oké, okay, ik kom maar even tussen. Blijf staan. Fijn dat u hier bent. Deze afspraak is wat mij betreft om een aantal dingen even met u door te nemen. Ja, laat maar zien. Wat heeft die technologie eigenlijk nodig voor eigenschappen? Oh, ik heb het geprobeerd. Hè. Ik was naar een familiereunie. Ik had de familie al een tijdje niet gezien. En ik heb dus neefjes en nichtjes. Nou, die zijn al zo ergens tussen de 3 en de 8. Nou, sommigen die keken echt van, wat is dit? Wat is dit voor een eng iemand? Die durfde me niet eens gedacht te zeggen. Voor degene die, ja, die het woord wil spellen, is het vaak, zijn het nog meer stappen om te zeggen, nee, dat was het niet. Ja, ik bedoelde dit en dat. Ja. En die hufterproof zijn voor het geval. Tijdsbesparing, dat is een argument wat we hebben gehoord. En hufterproof. Ja. Van lieve tot droeve stem. Van lieve naar een droevige stem. Ja, dat je iets liefs tegen je vrouw kan zeggen. Tada! Wie bepaalt dan uiteindelijk of de risico's aanvaardbaar zijn? Bepaalt u dat of bepaal ik dat? Nou, dat bepalen we samen. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik vind het wel belangrijk hoor, dat ik daarin wel gehoord word. Hij is zo snel. In elke fase van het proces betrokken zijn. Iedere situatie is uniek. Elk hulpmiddel is niet voor iedereen geschikt. Daar ga je gewoon naartoe. En dan zit de deskundige naast als je naar de opticiën gaat of weet ik wat. En dan kun je dus je communicatievoorzieningen uitproberen, maar je hebt wel advies nodig. Hè. De wereld van 2050. Hoe ziet die eruit? Nou ja, dat die ontwikkelingen die gaan toch wel, de robotica gaat toch ook al heel erg verder. Eigenlijk moet je met de spraakcomputer ook een arm hebben waar je mee kan slaan. Dat zou een uitkomst zijn.